Hallo, vandaag ben ik met mijn zus Lisoyna. Ja, ik ben dus de grote zus, ik ben 20 jaar, ik hou van zingen, dansen en heel erg van make-up. En mij ik... plagen. Whatever. In ieder geval, ik ben hier omdat het is bijna vakantie en meestal moet zij leren. Altijd. Altijd. En wat kan je dan doen als je alleen bent? Nummer 1. Je kan bijvoorbeeld je kamer herinrichten. Bijvoorbeeld je kast opnieuw organiseren. Of je kledingkast bekijken. Want er zijn een heleboel dingen die je waarschijnlijk nooit meer gaat dragen. En dan, wat doe je in de kast? Je kan nieuwe kleding daarvoor in de plaats kopen. Of je ziet juist kleren die je echt super lang niet hebt gezien. En opeens heb je dan gewoon een nieuwe outfit. Precies. Nummer 2. Ga naar het museum. Ja, van museums kan je dus super veel leren. Maar er zijn ook super interessante museums om naartoe te gaan. Ik bedoel, en niet alle museums zijn super duur. Dus waarom niet? Je hebt vakantie. Nummer 3. Je kan ook een film gaan kijken. Bijvoorbeeld naar de bioscoop gaan. En dan helemaal optutten. Maar als je geen geld hebt, kan je ook gewoon thuis een film kijken. Of huren, wat heel ouderwets is. Of gewoon Netflix. Dan kan je gewoon... Ja, maak je gewoon je eigen marathon. Precies. Disney is ook leuk bijvoorbeeld. Allemaal Disney films. 4. Koekjes bakken. Ja, tenminste, dat vind ik super leuk om te doen. Ik vind het lekker. Het is heel lekker. Je bakt ze en dan eet je ze op. Wat is beter? Precies. En je bent alleen, dus allemaal, het is allemaal van jou. 5. Maak een platboek of een fotoalbum. Misschien ben je op vakantie geweest en heb je allemaal foto's op je telefoon. Maar ja, wat heb je aan je telefoon? Is die kapot? Alle foto's weg. Kan je liever gewoon een fotoalbum maken. Plakken. Of je maakt het op de computer met allemaal stickertjes erop. Het is altijd leuk als je bij vrienden bent. Of gewoon alleen om even te lachen en te kijken wat je allemaal hebt gedaan in de vakantie. Precies. Oh. Nummer 6. Volg een gratis online cursus. Ik bedoel, je kan leren gitaar spelen, leren zingen, leren braaien, tekenen. Alles. Ik bedoel, en alleen. Precies. Oh, wacht, moet ik hetzelfde zeggen. Nummer 7. Geef jezelf een verwendag. Na al dat harde leren mag je ook wel even rusten. Gewoon lekker lang uitslapen. Lekker lang onder de douche. Lekker lang ontbijten. Lekker conditionen je haren. Lekker je make-up doen. Je wenkbrauwen bij je doen. Precies, gewoon lekker rustig aan. Nummer 8. Je kan lekker gaan winkelen. Shoppen. Je weet wel, geld uitgeven. Ik bedoel, je hebt toch als het goed is gewerkt tijdens school. Ik hoop het wel. Ja. Nummer 9. Ga gamen. Want al die tijd van leren heb je echt zin in ontspanning. Je hebt vast en zeker 100 spelletjes gekocht die je nooit hebt kunnen spelen. Je oude DS halen. Misschien heb je nog een Game Boy, de Wii, PlayStation, Xbox One, Xbox 360. Game. Game erop los. Je hebt de hele dag. Je hebt de hele vakantie. Op de computer? Ook op de computer kan je met toetsenbord. Vuurjongen en vuurmeisje bijvoorbeeld. Sims. Of die is ook leuk. Allemaal kan je doen. 10. Wie niet weg is, is gezien. Nee. Schrijf je eigen verhaal. Ik bedoel, je hebt het nooit geprobeerd. Dus misschien ben jij wel nog schrijver. Misschien ben je natuurtalent en kan je boeken gaan schrijven. Ja, of gewoon op internet van die blogs maken. Kan ook nog. Nummer 11. We kijken make-up tutorial. Misschien ga je wel naar Disneyland en wil je net uitzien als Megan. Of je gaat gewoon naar een feestje en je wilt er gewoon bomaas uitzien. Dat waren onze 11 tips en ik hoop dat je dus niet gaat vervelen. Wil je meer tips? Zet het onder, weet je wel, in die subscribe box. Reactie. We willen weten of je het leuk vond. Dan maken we een deel 2 of gewoon met z'n tweetjes een andere video. Ja. Toppie. Doei. Je moet nummer 2 doen. Ik moet nummer 2 doen. Jij bent nummer 2, toch? Jij hebt toch net, jij moest, ik deed toch net nummer 1. Oh, zo bedoel je.